Ja, goedenavond mevrouw, mijn heren. Zoals altijd geven we eerst graag het woord aan de bezoekende trainer, die toch een beetje thuis is, hier in dit huis, Georges Leges. Ja, eerst en vooral was het een heel speciale wedstrijd. Met toch twee ploegen die dan een heel aantal doelkansen gecreëerd hebben. Waarin Cercle Brugge in principe zonder een goede verbouwheden, denk ik, wat voorsprong had moeten staan en de rust. Met de balverlies leden. Vooral, het veld was glad, maar toch waren we wat onzorgvuldig in de passing. En dan krijg je dus 1-0 tegen en je weet dat ik soms die keer niet akkoord ben met de scheidsrechter. En Flamal was niet zijn beste beurt vandaag. We hebben dan gereageerd zoals je moet reageren, met beter te verantwoord ballen en kansen te creëren. En op die moment kan het even goed 3-1 worden. Dat het 1-2 wordt, komt twee keer alleen voor de doelman. En voor de rest is het natuurlijk een dik verdiend punt. Maar twee ploegen die dan proberen toch iets van te maken. En, het was een speciale wedstrijd. Langs twee kanten. Ik vond dat de deur nog dikwijls open stond. Langs twee kanten. Bedankt, ik is mee de boek. Ik zal proberen een analyse te maken van mijn eigen ploeg. Ik denk inderdaad dat Cercle Brugge met rust verdiende om voor te staan. Dat er maar één ploeg op dat moment de kans gecreëerd heeft. Maar dat we in hetzelfde bedje ziek zijn geweest dan de voorbije weken. Kijk Roeselare, kijk Lokeren. Maar daar draait ook voetbal op. En dat is ook een stuk kwaliteit of efficiëntie. Je moet gewoon die doelpunten maken. En dan blijft het een wedstrijd in 0-0 de rust in. En dat zou je eigenlijk moeten blijven doen. Dat je de eerste helft hebt gedaan, dat wil je niet echt. Volledig meer gedaan, mede inderdaad misschien door het feit dat de tegenstander beter in de wedstrijd zat. Maar dat neemt nu weg dat we op dat moment verdiend op voorsprong komen. Als je dan ziet, ik hoor dat George zegt van Flamma had niet zijn beste dag. Dan nodig ik jullie uit van even 2 minuten voor het doelpunt en het doelpunt zelf even analyseren. En dan denk ik dat iedereen ziet of zal zien dat dat doelpunt totaal ongeldig is. Het begint met een fout op Koppes, gevolgd door een angle van Portier, waarbij dat Sima, denk ik, gewoon in de rug van Portier springt, waarbij dat hij uit evenwicht is en die bal dan over Doelman komt. Dan is dat een trainer balen. Dan mag je nog zoveel willen en zoveel doen dat je wil. Ik heb de voorbije weken gezegd, voetbal zal, of de competitie zal voor een stuk. En ik wil daarin mijn eigen verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid van mijn eigen ploeg niet ontlopen. Maar zal een stuk, de competitie zal een stuk gestuurd worden door de omstandigheden. En de omstandigheden, remember weer Roeselare 1-2 voor, scheidsrechter beslissing om Vidarsson van het veld te sturen en toch nog de boot in. Eigen verantwoordelijkheid toch natuurlijk. En vandaag weer, en dan blijf je als Cercle Brugge zijnde met punt achter. En wat betekent dat punt? Eigenlijk niks. En dan, dan moet je gewoon verder naar de volgende wedstrijd. Dank u. Wie heeft een vraag? Ben, zijn jullie te braaf in die omstandigheden? Want bij die 1-0, gaan de helft van Kortrijk gaat naar Flamand, gaat hem gaan belagen. En dan zie je dat het inderdaad, dat dat wel, zijn jullie daar misschien te braaf? Absoluut. Dat zijn we inderdaad absoluut te braaf in, maar niet alleen in die omstandigheden ook. Op bepaalde momenten gaat Kortrijk dan potiger spelen, wat hun goed recht is natuurlijk, want dat is ook voetbal. Hè. Het is een mannensport, waarin dat wij dan te veel duels gaan verliezen, en waardoor dat we de tegenstander dan inderdaad in de wedstrijd brengen. En, ik denk dat we daar inderdaad voor een stuk de wedstrijd, of dat die 2 punten hebben verloren. En ook naar de scheidsrechter toe, zoals je zegt, inderdaad doen wij daar veel te weinig aan. Maar dat heeft te maken met misschien ervaring, misschien professionaliteit. Een aantal zaken bij elkaar, denk ik.